En dan zijn we klaar voor de 800 meter met Matthias Rosseeuw en ook met Thomas Matthijs. Twee atleten van Atletiek Vlaanderen die het gaan opnemen tegen veel buitenlandse concurrentie, maar ook tegen Yuri Jansen. Die was te snel af in een meeting in Nederland. Hij is geen prof meer, Yuri Jansen. Hij tracht toch nog in Peking te geraken. Al is dat natuurlijk zeer, zeer moeilijk. Heel scherp, dat minimum. Yuri Jansen is blijkbaar goed gestart achter de Haas. Cosmas Rono, die een scherpe tijd toch wil trekken. Iets van een 1.45 zou moeten kunnen. Daniel Comen loopt mee en dat is veel kwaliteit. Ook Jackson zit daarmee vooraan. Kivuna Jackson. Daniel Comen, Kivuna Jackson en Ruben Betts. Dat zijn de beste Kenianen in het gezelschap. Comen rustig volgend. En waar zit Jansen, waar zit Matthijs? Matthijs Rosseeuw achteraan. Jansen die volgt goed. Dat is knap. Alan Webb loopt ook mee. Ja, die was ik bijna vergeten. De man van de Verenigde Staten heeft nog geen vorm. Maar is wel aanwezig op deze meeting. Loopt daar in het blauw, maar komt er niet aan te pas. En dan de Kenianen nog altijd vooraan. Yuri Jansen nog altijd mee. Schitterend. Aan de buitenkant. Wie komt daar? Dat is Tadili. Tadili, een beetje een verrassing toch, dat hij nog mee is. De Canadees komt helemaal langs de buitenkant. Yuri Jansen, nu moet hij doortrekken. Achteraan Matthijs en Rosseeuw. Tadili neemt het op tegen Jackson voor de overwinning. En Bet komt ook nog mee voor de zege. Nee, het is Jackson die het haalt voor Tadili. De Belgen achteraan. Yuri Jansen heeft nog veel posities verloren. Dan zien we Thomas Matthijs. Komt niet in de buurt van het minimum, niet in de buurt van zijn persoonlijk record. Jansen liep ooit 1.44.38, Matthijs 1.45.75. Winnende tijd van Jackson 1.46.44. Rosseeuw op een achtste plaats 1.47.56. 200ste later Jansen en 500ste later Matthijs. Yuri Jansen, een geweldige eerste 600 meter en dan wat ingesloten? Ja, ja ingesloten. Er zat zo vier man voor mij. En die vertragen een beetje. En dan is het kiezen, hè. Blijven zitten of langs buiten. Langs buitenkant is natuurlijk, als je heel fris zit, gaat dat. Maar ik voelde me goed, maar ik dacht, ja, die mannen gaan nog wel een beetje versnellen. Maar ja, dat berecht met mijn ritme. En de laatste 100 was daardoor iets minder. Dus ik vertraagde en dan moest ik terug optrekken en dan zou het niet mogen. Olympische Spelen, ja, die zijn uitgesloten, die limiet staat ook heel scherp. Wat mogen we eigenlijk nog verwachten van Yuri Jansen? Ja, ik denk, ik voel gewoon dat ik terug 1.45 ga lopen. Niet onder 1.45, maar gewoon onder 46 en dan komt het al een heel eind, denk ik. In Heusden al? Misschien wel, ja. Vandaag gaat het er wel in zitten, denk ik. Maar de laatste 200 heb ik het een beetje weggesmeten. Ga je dan verder als amateur of hoop je toch nog op een profcontract? Ja, dat zullen we dan zien, hè. Nog niet mee bezig. Ik wil gewoon hard lopen en dan de rest zal wel volgen. Ja, Thomas, Matthijs, twee jaar geleden 1.45.75. Nu moet je eigenlijk een seconde sneller om naar Peking te gaan, maar je komt niet in de buurt, hè? Nee, ik heb eigenlijk begin mei was ik elke keer goed in vorm, maar ik ben dan eigenlijk een paar weken ziek gevallen en natuurlijk spijtig juist in het wedstrijdseizoen. En ik begin dan nu terug een beetje door te komen. Ik probeer elke week voel ik me wat sterker worden. Maar ja, de limiet is natuurlijk heel scherp, 1.44.80. Je moet je weten natuurlijk dat er in Europa nog geen enkele atleet is die sneller heeft gelopen dan de Belgische limiet. Dus, maar ja, bedoel, voor mij is het nu gewoon het doel om terug scherpe tijd te lopen en dan zien we wel. Wat scheelt er eigenlijk? Want ja, het is eigenlijk vorig jaar al een beetje kwakkelen, dit jaar wat kwakkelen. Wanneer krijgen we terug de Thomas Matthijs van twee jaar geleden? Ja, hopelijk zondag al een beetje terug in Heusden, maar... het zit er wel terug in te komen, maar toen twee jaar geleden een heel goed jaar. En, maar ik geloof nog altijd dat binnenkort zullen we terug de oude Thomas Matthijs.